Wij krijgen nog wel eens een keer de vraag, wat doe je voor werk? En ik ben altijd geneigd, en dat zul je herkennen, dan zeg ik, nou, ik ben dominee. En jij zegt, ik ben docent, of ik ben directeur, of ik ben bakker, of ik ben bouwvakker. Maar apart genoeg, wij als vaders, wij zeggen nooit als eerste, ik ben vader. En ook nog directeur van een grote onderneming, of docent van een grote school. Maar dat is wel heel mooi, hè? Dat is een oefening voor ons, dat je allereerst leert zeggen, ik ben vader. Geroepen door de hemelse vader om te zien naar mijn kinderen, zodat ze door het leven heen komen. Maar ik heb ook een taak en een roeping voor hen richting het eeuwige leven. Tweede, is ook heel praktisch, wat heb je dan eigenlijk nodig om een goede vader te zijn? Nou, niet alleen het besef dat je vader bent, maar dan heb je volgens hoofdstuk 5 vers 21 ook nodig Gods vrees. Dat jij zelf als vader, als kind, als broeder, de Heere God zelf hoog hebt zitten. Als die hoge God en die hemelse vader voor wie jij ook respect hebt en ontzag. En het tweede praktische wat je nodig hebt om een goede vader te zijn, dat is een goed huwelijk. Dat is trouwens wat anders dan een harmonieus huwelijk. Nou, een goed huwelijk, heb je dat? Ik bedoel dat je samen een sterk span bent, richting elkaar ook trouw en toegewijd. Op zo'n manier dat je beseft, wij zijn echte mensen, maar wij kunnen de plussen van elkaar waarderen en de minnen kunnen wij dragen. En mannen, zijn wij een Christus voor onze vrouwen? En mannen en vrouwen, zijn wij ook een thuis voor elkaar? Ik bedoel dat je niet alleen maar een persoonlijk bijbelleven hebt en een persoonlijk gebedsleven kent, maar dat je dat ook gezamenlijk gestalte geeft. Dus niet alleen maar orthodox, maar ook orthoprax, dat zullen je kinderen merken. Een goed huwelijk, denk ik, is het grootste geschenk wat je je kinderen geven kunt. En als je een goed huwelijk hebt, dan is er ook rust en ruimte om je kroost op te voeden. Je kunt dan leren en afleren, aanreiken, onthouden, straffen en belonen. Je kunt dus samen een basis leggen, zodat ze goed gaan functioneren in kerk en samenleving. En begrijp me goed, een goed huwelijk is geen garantie voor een goede opvoeding, was maar waar. Maar je snapt met z'n allen vanmorgen echt wel, spanning, stress, een slordig leven, dat werkt natuurlijk wel stremmend. En misschien is het heel praktisch, op een dag als deze, het wordt je op een natuurlijke wijze aangereikt om het daar met elkaar eens over te hebben. Gewoon te spreken, hoe kijken jullie nou aan tegen mijn vaderrol? En jongens, merken jullie aan ons als ouders dat wij God vrezen? En merk je aan ons hoe het geloof werkt? Hoe vind je eigenlijk de sfeer en de atmosfeer in ons gezin? Ik ben best wel benieuwd wat dat jullie oplevert en wat je dan van elkaar terugkrijgt. Dan ga ik een stapje verder, want ja, vaders, er wordt dus best wel het nodige van je gevraagd. Maar ik mag ook tegen je zeggen, ons is ook het nodige gegeven. Op je trouwdag ontving je Gods zegen. En dat betekent in de eerste plaats toch altijd levenskracht om het leven aan te kunnen. Maar vervolgens ook de belofte dat God bij je is en bij je blijft. In de tweede plaats, je hebt van God ook gezag gekregen.
geen dictatoriale bevoegdheden, dat is wat anders, maar je hebt gezag gekregen op zo'n manier, jij mag namens God ook echt wat tegen je kinderen zeggen wat hout snijdt. En daaraan vastgeknoopt, jij bent geroepen om namens God zijn woorden, zijn eeuwige woorden door te geven, zoals die hebben geklonken bij de Sinaï en de Horeb, op zo'n manier dat je er ook in voorgaat, dat je jezelf daar ook mee voedt en verkwikt. Want dat merken ze. Dat merken ze echt. Want hoe wil je nou eigenlijk je kinderen opvoeden, als je zelf niet leeft van die eeuwige woorden van God? En als je daar nou zelf niet van leeft, maak ik het weer even praktisch. Hoe hou je het dan vol met een kind, op zijn Hollands gezegd, waar af en toe geen land mee te bezeilen is? Of als je een kind hebt gekregen dat forse beperkingen kent? Of als jouw kind een rugzakje heeft. Of als je een kind hebt dat jou geen liefde geven kan. Hoe doe je dat dan? Maar dan gedragen door die woorden van God, dan merk je, opvoeden is niet makkelijk, maar het is met de majesteitelijke waarachtig toch wel mogelijk. En dan merk je ook, ik hoef dus niet perfect te zijn, als ik maar zorg dat ik op een bepaalde manier mij volmaak met de woorden van de verheven.